Ik sta hier op de Mount Zion, berg Sion. Die uitzicht heeft op de muur daar verderop. En in deze stad en in het land en in de Palestijnse gebieden ontmoeten we hele moedige mensen die toch het lef hebben om te werken aan wederzijds vertrouwen. Afgelopen dagen hebben we veel gesprekken gevoerd als het gaat om de politieke situatie hier. We werden ook snel met onze neus op de feiten gedrukt toen we afgelopen zondag geconfronteerd werden met die vreselijke aanslag. 4 dodelijke slachtoffers. Je zou zeggen, sombere tijd hier in Israël. Tegelijkertijd spreken we heel veel organisaties, heel veel mensen, studenten, die toch het lef hebben, de moed hebben om elkaar te ontmoeten. Palestijnen, Arabieren, Israëliërs. Dus hebben we een tweetalige school bezocht die les geeft in het Hebreeuws en in het Arabisch. Leerlingen krijgen dus van 2 leraren les op een school. Andere scholen die hebben een uitwisselingsprogramma, een Arabische school, een Israëlische school, waarbij de studenten, de leerlingen elkaar bij de Engelse lessen bijvoorbeeld ontmoeten. Je hebt een gehandicapte project wat we hebben gezien, waarbij er eigenlijk geen verschil is. Op het moment dat er een gehandicapt kind is in een gezin, dan maakt het niet uit of je nou Palestijn bent of Israëliër. Je hebt leed en je hebt zorg voor je eigen kind. En dat komt heel mooi samen in dat project. Ouders ontmoeten elkaar. Maar je hebt ook economische projecten die hoopgevend zijn hier in Israël. Programma's, bijvoorbeeld de levering van de scanners om de goederen van de Westbank en van Israël naar de Gaza sneller ter plekke te krijgen. Zodat die economische weerbaarheid vergroot wordt hier in Israël. Dus kortom, ondanks de donkere tijden zie je toch lichtpunten op het lokale vlak. Economisch, maar ook daar waar mensen elkaar proberen te ontmoeten. En daar waar ze werken om het wantrouwen weg te nemen en elkaar weer gaan vertrouwen. En dat geeft mij toch wel hoop en moed voor dit land.